Ik ben klaar met de laptop. Ik heb een beetje webdesign gedaan. Ik heb een mail gecheckt. Ik heb een beetje administratie gedaan. En nu ben ik klaar. En het is fucking mooi weer. Dus ik ga naar buiten. Want ik heb een plan! Wat is mijn plan? We hadden een oud fietsje gekregen van Willem en Rikst. Dankjewel Willem en Rikst. Of ik weet niet eens of we hem gekregen hadden, maar misschien hebben we hem geleend. Mijn zoon is bijna jarig en die is gek op trekkers. Vooral op de trekker John Deere. En ik ben helemaal geen trekkergast, maar hij wel. Van het oude fietsje ga ik een super vette, mooie, ongelofelijke John Deere trekker maken. En nu heb ik hem gisteren helemaal uit elkaar gehaald en al geprimed. En die ga ik vandaag allemaal spuiten. Zoals ik dus al zei, ben ik er gisteren mee begonnen. Dit is het wiel. Die ga ik zo meteen nog een keer doen. Dit is het frame. Daar komen straks allemaal stickers op. We hebben het gele nu mooi geel. En nu gaan we over op het mooie groen. Mooi te drogen. Deze moeten allemaal zwart. De laatste onderdelen zijn allemaal heel klein en die ga ik dus hier op dit doek spuiten. Oké, ik heb nu alles gespoten. Nu laat ik het een half uurtje drogen. Ik ga even lekker wat eten. Het grootste gedeelte is klaar. Nu moeten we nog de details en de stickers en dan moet af. En ik ben essentieel onderdeel vergeten te spuiten. Dus er is nog wel wat werk te doen, maar dat geeft niet. Dat komt wel goed. Voor nu is het klaar. Vandaag. Wat ben jij nou aan het doen? Alles is tijd. Gaat het weer een beetje, meneer B? Wat heb je dan gedaan? Nou, het is gewoon op het vrijdag al. Vrijdagavond zou ik heel goed op bed. En het is dus niet gelukt, omdat ik een flesje wijn had gevonden. En die was super lekker. Zaterdag was ik wakker. Met Marit en Berber en nog wat mensen, denk ik. Rikst. Rikst ook. Die was ik niet vergeten hoor, Rikst. Dit zijn dus de drie dames waar ik mee ga lopen. Berber, Marit en Rikst. Die zijn natuurlijk een stuk langzamer dan ik. En toen gingen we zeg maar van de boot af in de bus. En zijn we naar Holland gegaan. En daar was dan de wedstrijd. We zijn op locatie en we moeten even sportkleren aantrekken. En dan gaan we lekker hardlopen. We zijn dus 18 kilometer hard gelopen. 18 kilometer lopen. Want na 1 uur en bijna 53 minuten kwam ik over de finish. Ik kreeg gelijk een beetje, dat was heel tof. Dankjewel. Toen zijn we naar het hotel gegaan en daar heb ik gedoucht. Het hotel ziet er ook fantastisch uit, het is het nieuwe Van Heeken Hotel. En toen zijn we naar het terras gegaan om 4 uur. Je moet op zo'n bank, toch?
En daar zijn we eigenlijk niet van afgekomen. Hey Theo, sla eens. Komen hebben wij de dag gegeten en gedronken. En nog meer gedronken. En nog meer gedronken. En nog meer gedronken. En gezellig gekletst en gepraat bij het vuur. Ja, er zijn zoveel onderzoeken geweest. Ja. Ik film het vuur via mijn bril. En toen om 11:30 gingen mijn ogen dicht bijna op het terras en zijn we weer naar het hotel gegaan. En ik voel me nu zo slecht. Doe je bril eens af dan. Ah. Daar gaat Jelle B. Daar gaat Jelle B. Ciao, ciao. Rustig uit, dus dat kan. Er loopt wel iemand.